Ik ben Karel Paarsmans en samen met mijn vrouw Heidi hebben wij een fruitbedrijf in Nieuwerkerken van 65 hectare, appels en peren. En daarnaast hebben we in 2006 Fruitsnacks opgericht. Ik was al langer aan het zoeken naar meerwaarde te creëren voor ons eigen fruit, omdat we dat ook maar op de veiling moeten afgeven. Dan moeten we afwachten wat we verkrijgen. En daarbij ben ik al langer aan het zoeken, kan ik iets meerwaarde creëren voor mijn eigen fruit. En ben dan op Fruitsnacks gekomen wat ik in Denemarken heb gezien en gekopieerd heb naar hier. Bij een fruitbedrijf zitten zeer veel risico's in. Het kan hagelen, het kan vriezen, dat is altijd iets. En bij Fruitsnacks zitten we bij een veel gelijknamigere afzet, wat veel makkelijker is en fijner is om te werken ook. Dus we zetten wel meer in om Fruitsnacks nog verder uit te bereiden, hier en in de buurlanden. En de fruitsector krijgt toch wel wat klappen de laatste jaren. De appels ligt heel moeilijk omdat onze afzet naar Oost-Europa weg is en ook omdat er zeer veel geplant is in de Oost-Europese landen. Voor de peren zitten we hetzelfde verhaal. Daar hebben we nog iets meer geluk dat we iets meer markten hebben, omdat de Zuid-Europese peren het heel moeilijk hebben en dat we die markten stilletjes aan het inpikken zijn. Maar zonder Oost-Europa ligt het toch ook moeilijk voor de peren ook. Ik denk dat de telers en wij ook massaal appels aan het rooien zijn. Dat is gewoon, we gaan gewoon veel minder moeten telen appels, enkel voor het binnenland denk ik. Voor de peren zullen we zien wat de toekomst geeft. Dan blijft het zo warm worden, dan gaat de perenteelt in Zuid-Europa verdwijnen. En dan hebben we misschien toch weer meer mogelijkheden.